Hi, hi, Kreef. Leuk dat je weer kijkt. Dit is de weekhoroscoop voor week 4 2018. Maandag 22 januari tot en met zondag 28 januari 2018. Als ik kijk wat de Kreef deze week te wachten staat en ik schud daar de kaarten voor, dan trek ik daarbij de volgende kaarten. Het lijkt een week te zijn waarin je in principe begint en dat je denkt dat je best tevreden bent met wat je eigenlijk hebt. En dan gebeurt er ineens iets en dan is het eigenlijk het stukje waar je zo tevreden mee was, is er ineens niet meer. Of heb je een keuze genomen waar je achteraf misschien toch wel een beetje spijt van hebt. Maar goed, hè? Niks menselijk is ons vreemd. Dat kan altijd een keer gebeuren. Het is een tijdelijk iets en ik heb het gevoel dat je eigenlijk toch wel weer vrij snel weet van hoe je zaken moet oplossen of in ieder geval weer zo moet krijgen van voordat het even misging. En ook hè, fouten maken is menselijk en probeer je dat ook te bedenken. Het geeft niks een keertje als je fouten maakt, als je ze ook maar weer oplost. En dat ga jij zeker doen deze week. Ik ben benieuwd hoe je deze week horoscoop ervaren hebt en ik hoor je graag volgende week.